Het lijkt er sterk op dat Linda de Mol en Jeroen Rietbergen nog niet definitief de brui hebben gegeven aan hun relatie. De twee worden rond Valentijnsdag samen gespot op een terras in Parijs en Linda laat vanavond in Shownieuws weten dat ze inderdaad nog iets uit te zoeken heeft als het gaat om haar relatie met Jeroen. In Shownieuws wordt vanavond aan de desk gesproken over een foto die ze hebben ontvangen van een oplettende kijker. De persoon spot Linda en Jeroen op de dag na Valentijnsdag in Parijs en maakt een foto van ze. Het management laat namens Linda weten: jongens, ik ben niemand een verklaring schuldig. Dit gaat over mijn privéleven. Het enige wat ik kwijt wil is dat ik na een jaar nog iets uit te zoeken heb en daar laat ik het graag bij. In januari van dit vorig jaar stelt YouTube-serie Boos misstanden rondom The Voice of Holland aan de kaak. In het programma van Tim Hofman komen tientallen vrouwen aan het woord die onder andere bandleider Jeroen Rietbergen beschuldigen van seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van de zangcompetitie. Het leven van Linda verandert hierdoor in één klap. In haar editorial legt ze destijds uit dat ze al die tijd van niets heeft geweten over het gedrag van haar ex-vriend. De twee gaan uit elkaar, maar al die tijd blijven er geruchten rondgaan dat ze toch weer samen zijn. Linda wilde hier tot nu toe niet op reageren. Wil je meer van deze video zien? Abonneer je dan op dit kanaal en like deze video. Tot later!